Koops Furnes heeft vandaag uitstel van betaling gekregen. Het bedrijf had daar zelf om gevraagd omdat het in grote financiële problemen zit. Het is een van de grootste autodealers van Nederland met het hoofdkantoor in Zwolle. Er werken 1200 mensen en die moeten nu vrezen voor hun baan. Bij ons in de studio is verslaggever Tom van het Einde. Tom, hoe kan het nou dat zo'n groot bedrijf dreigt om te vallen? Ja, het is de grote verrassing van deze dagen, want het bedrijf heeft 82 vestigingen, waarvan 14 alleen al in onze provincie zitten. En er zijn eigenlijk drie redenen waarom het bedrijf nu op omvallen staat. Een van die redenen is dat ze simpelweg te veel merken voeren eigenlijk. In personenauto's zie je alleen al merken als Volvo, Fiat, Mazda en Alfa Romeo. Verkopen ze ook nog vrachtwagens van DAF en Iveco. Nou, en alles bij elkaar gaat het om zo'n 10 tot 15 merken. Dat is simpelweg te veel. Je ziet dat veel andere bedrijven zich specialiseren op 1 of 2 merken en daar dan zoveel mogelijk geld mee proberen te verdienen. Dat doen ze bij Koops Furnes niet. Maar een nog veel groter probleem, dat is eigenlijk dat ze veel vestigingen hebben en in die vestigingen eigenlijk simpelweg te weinig auto's verkopen. Wat je bijvoorbeeld ziet is dat Koops Furnes per vestiging gemiddeld maar 213 auto's per jaar weet te verkopen. Bij andere bedrijven, grote concurrenten, zie je dat het veel meer is. Zo'n 900 op jaarbasis per vestiging. Nou, daar kun je al wel goed aan zien dat het een probleem voor Koops Furnes is dat ze dus veel kosten hebben en maar weinig geld weten te verdienen. Maar goed, er zijn natuurlijk nog meer redenen waarom het slecht gaat met het bedrijf. En dat hebben we ook voorgelegd aan een kenner van de autobranche. Nou, in dit geval gaat het natuurlijk om de automarkt in de eerste plaats. Het gaat slecht in de autoverkoop in Nederland. Daar heeft ieder autobedrijf mee te kampen. Waarom heeft Koops Furnes daar extra last van, zou je kunnen zeggen? Dat is dat de efficiëntie bij Koops Furnes onder de maat is gebleven. Koops Furnes, daar moeten we een beetje terug in de historie, is een bedrijf wat bestaat uit meerdere bedrijven, is door fusies ontstaan. Vroegere Pakhoed heeft daar zelfs nog een rol in gespeeld. Dat is een oud bedrijf, maar eigenlijk een beetje een lappendeken. En op zich is dat niet zo erg als een bedrijf een lappendeken is, mits je daar maar een geheel van maakt. En daar is men door de jaren heen toch onvoldoende in geslaagd. Uitstel van betaling, Tom. Nog geen faillissement. Wat betekent dat? Nou, uitstel van betaling, surseance van betaling, dat is meestal het voorland van een faillissement. Het is de vraag of het ook nu zover gaat komen. Maar wat we weten is dat bewindvoerders op dit moment vandaag door de rechtbank aan het werk zijn gezet. Die zijn om tafel gaan zitten met de schuldeisers van het bedrijf. En het is aan hen om ervoor te zorgen dat die schuldeisers zoveel mogelijk van die schulden wegschelden. En alleen dan is een faillissement afwendbaar. Als dat niet lukt, dan gaat het bedrijf simpelweg op korte termijn al failliet. Ja, en wat nou als je daar net een auto besteld hebt? Ja, dan kun je een probleem hebben. Dat hoeft helemaal niet hoor, want als je geen aanbetaling hebt gedaan, dan valt het allemaal wel mee. Maar als je een aanbetaling hebt gedaan, ja, dan sta je eigenlijk achteraan in de rij van schuldeisers als het bedrijf failliet gaat. En dan kun je naar je geld fluiten. Nou is het natuurlijk niet gezegd dat iedereen die een auto heeft besteld ook een aanbetaling heeft gedaan. Dus het kan meevallen. En het is ook nog niet gezegd dat het bedrijf ook daadwerkelijk failliet gaat. Nee, maar stel dat het wel gebeurt, is dan een snelle doorstart mogelijk? Dan is een snelle doorstart misschien mogelijk, maar dat hangt natuurlijk wel af van een aantal externe partijen. Ik heb vandaag gesproken met de directeur van de Van Mossel Autogroep uit Brabant. En die zegt onomwonden, ik heb wel interesse in dat bedrijf. Die wil het hele bedrijf, als het failliet gaat, overnemen. Nou, het is wel frappant dat hij afgelopen week, vorige week al een gesprek was met Koops Furnes om tot een overname te komen. Dat is niet gelukt. Vrijdag heeft hij zijn keutel ingetrokken, omdat toen hij de cijfers wat beter ging bestuderen, bleek dat het bedrijf er veel slechter voor stond dan dat hij dacht. Dus toen heeft hij afgezegd, maar hij zegt nu, als het bedrijf failliet gaat, ja, dan ben ik van al die schuldeisers af. Dan wordt het voor mij alsnog aantrekkelijk om het bedrijf over te nemen. En dan wil ik wel een doorstart maken met het bedrijf. Maar dan moeten ze dus wel eerst failliet gaan. Ja, nou gaat het al niet echt lekker met die autobranche. Wat betekent dit bericht nou voor die automarkt in zijn geheel? Nou, het is eigenlijk al het zoveelste signaal. We hebben afgelopen jaar al gezien dat Pauw bijvoorbeeld failliet ging. Dat is een bedrijf dat oorspronkelijk uit Deventer komt, waar 700 mensen werkten. Nou, ook dat bedrijf is failliet gegaan, wist ook een doorstart te maken. Dus al met al zegt het wel dat het slecht gaat in de autobranche. De marges zijn klein en als het als bedrijf niet lukt om de kosten laag te houden, als die toch op een gegeven moment de pan uit gaan reizen en je krijgt dat niet onder controle, dan heb je een probleem in de autobranche. Dus je moet zorgen dat de kosten laag zijn om überhaupt nog geld te verdienen. Er komt vast snel duidelijkheid. Dankjewel, Tom.